En het merk dat ik in deze video heb uitgekozen is Elf. En wat ik over heb doe ik altijd een beetje op de neus. Zou dit het eerste product zijn waarvan ik denk, wauw. Dit zou echt een duur product kunnen zijn als je het zo ziet. Echt een unicum dit. Ik heb niet eens geknoeid. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik weer een keertje een full face of make-up doen. Van één speciaal merk. En het merk dat ik in deze video heb uitgekozen is Elf. Oftewel Ice Lips Face. Dus ik ga mijn hele gezicht opmaken met alleen maar producten van Elf. En Elf is zo'n merk dat echt al heel lang bestaat. En vroeger kon je het alleen in het buitenland kopen. En via buitenlandse webshops. Maar tegenwoordig kun je het gelukkig ook gewoon via Douglas verkrijgen. In de beschrijving zal ik trouwens ook alle exacte namen en linkjes en zo neerzet van alle producten die ik in deze video gebruik. Ik heb een aantal producten gekregen van Elf en ik heb zelf een paar producten bijgekocht om deze video gewoon compleet te kunnen maken en echt een full face of Ice Lips Face of Elf. Ik noem het wel gewoon Elf voor het gemak te kunnen maken. En ik word hier verder niet voor betaald. Alles is gewoon mijn eigen mening, even voor de duidelijkheid. Mocht je Elf niet kennen, even heel kort. Het is een goed betaalbaar merk. Ongeveer een beetje in de prijsklasse tussen Catrice en Essence en niks in, denk ik. Zoiets. Maar wat ik ook heel erg leuk vind aan Elf is dat ze heel erg bezig zijn met diversiteit. En dat ze dus ook heel veel verschillende kleuren foundations en concealers, et cetera, hebben. En dat dus eigenlijk, als het goed is, iedereen er terecht kan. Ja, ik heb hier een heleboel nieuwe producten liggen die ik nog niet eerder heb gebruikt. Alleen het eerste product dat ik ga gebruiken heb ik toevallig wel al een keertje getest. Dit is de Elf Poreless Putty Primer. Ik kan me nog herinneren dat ik dit best wel een fijn product vond. Zo ziet het product eruit. Ik zal hem ondertussen even openmaken. Je ziet er verder niet heel erg veel van, maar het lijkt een beetje een creamy primer te zijn. En je kunt het ook indeuken. Nou, ik pak wel een beetje en dat breng ik dan aan. En ik kan me nog herinneren dat er wel degelijk siliconen in dit product zitten. Maar dat ik dat niet heel erg voelde op mijn gezicht. En dat ik het eigenlijk wel een fijn product vond. Nou moet ik zeggen dat ik niet meer echt vaak primer gebruik. Sorry Nikki Tutorials, not to prime is a crime. Maar ja, ik hou gewoon niet van het gevoel van primer op mijn gezicht. Ik gebruik eigenlijk alleen nog maar, als ik een primer gebruik, zo'n primer spray. Maar goed. Maar deze vind ik dus op zich wel, ja, wel fijn. Het voelt gewoon aan als een creamy primer. Het voelt niet heel erg siliconenachtig aan. Je voelt wel een beetje dat het erin zit, maar niet op een vervelende manier, zeg maar. Om nou te zeggen, goh, mijn poriën zijn opeens onzichtbaar geworden. Nee, dat natuurlijk niet. Maar het doet ook niks slechts. Dan gaan we door met de foundation. Of nou ja, het is niet echt een foundation, maar meer een CC cream. Deze kreeg ik laatst dus opgestuurd van Elf. En dat was dan ook meteen mijn inspiratie voor deze full face of Elf video. En dit is de Camo CC Cream Color Correcting Full Coverage and Natural Finish. Met SPF 30 erin. Ik heb drie verschillende kleuren. Ik denk dat ik voor de middelste kleur ga. Light 240. Zou dit een goede kleur voor me zijn? Ik denk het wel eigenlijk als ik het zo zie. Oeh, het voelt heel dik aan. Oh ja, ik denk dat dit op het moment wel een redelijk geschikte kleur voor me is. Oh, ik vind het een beetje spannend dat hij zo dik is. Daar hou ik eigenlijk niet echt van. Ik gebruik mijn trouwe beauty blender die een beetje vochtig is. Nou, laat zich wel goed uitsmeren. Tot nu toe. Uitblenden moet ik zeggen. En dan is dit een vrij dun laagje. Ja, het heeft mijn gezicht sowieso een stukje egaler gemaakt. Dat zie ik echt meteen. En ik heb hier best wel wat onzuiverheden op het moment. En die vallen meteen ook een stukje minder op. Ze komen er nog wel een beetje doorheen. Maar daar heb ik persoonlijk nooit zoveel moeite mee. En eigenlijk valt het me ook wel mee hoe zwaar die aanvoelt. Want toen ik hem swatchte, dacht ik echt, oh nee, hij is best wel dikkig. Maar nu eenmaal op de huid voelt dat niet meer heel erg dik, gelukkig. En dan is het volgende product dat ik ga gebruiken de concealer. En dit is de 16 Hour Camo Concealer. Ik heb hem ook weer in drie verschillende kleuren opgestuurd gekregen. Ook een nieuw product volgens mij van Elf. Welke kleur zal ik gaan gebruiken? Ik denk dan weer de middelste. Die heeft dan wat gelige ondertoon en dat werkt denk ik wel goed op het moment voor mijn huid. Die heet Medium Warm. Lekkere dikke concealer. Met ook een dikke applicator, zoals we dat veel zien de laatste 2 jaar, denk ik zo. En ook die ga ik weer met mijn beauty blender in de huid werken. Ja, deze heeft wel echt een duidelijk gele ondertoon. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Hij heeft zijn werk op zich wel goed gedaan, maar ik ben niet helemaal blown away of zo. Ik heb er niet echt wat negatiefs over te zeggen of zo, maar ik ben ook niet helemaal
super enthousiast. Qua dekking zou ik zeggen dat die medium coverage is. Ik heb natuurlijk maar weinig aangebracht. Maar ik heb niet het idee dat het echt mega, mega dekkend is allemaal. Meer dekkend dan het al was door de CC cream. Hij liet zich makkelijk blenden in de foundation en in de huid. Dus dat is positief. Maar verder, ja, ik weet niet. Ik voel het niet per se heel erg of zo. Ik heb niet zoiets van wow. Dan ga ik nu over op een cream product. En hier ben ik echt zo benieuwd naar. Ik gebruik eigenlijk alleen nog maar cream blushes. En dit is de Putty Blush in de kleur Tahiti. Hij ziet er best wel intimiderend uit qua kleur. Maar met cream blush maakt dat nooit zo heel erg veel uit. Want dat kan je echt super subtiel uitblenden. Het komt in een potje. Het ziet er echt mooi uit, joh. Echt een prachtige frambooskleur. Oeh, kijk, dat valt al hartstikke mee als je het zo ziet. En dat breng ik dan voorzichtig een beetje aan op beide jukbeenderen. En wat ik over heb, doe ik altijd een beetje op de neus. En wat ik dan altijd fijn vind, is om gewoon mijn vingers te gebruiken. Want die zijn inmiddels ook gewoon lekker opgewarmd. En dan krijg je toch net het beste in de huid gewerkt. Hij voelt een beetje poederig aan, de blush. Ik had ook nog wel wat meer kunnen aanbrengen, dus dat ga ik ook nog even doen. Ja, heel gek. Hij verandert echt zodra ik hem op de huid aanbreng meer in een poeder dan in een cream. En hij heeft dus ook echt best wel een matte finish. Ja, ik vind de kleur mooi. En hij laat zich ook mooi blenden in de huid. Er gebeurt niks geks met de foundation of zo dat hij gaat schuiven. Ja, ik hou gewoon niet van dat poederige gevoel. En dat hele matte. Trouwens, mijn hele huid is voor mijn doen best wel mat. Dus als je van matte producten houdt, dan zou ik de CC Cream, de concealer en deze absoluut aanraden. Maar ja, voor mij mag het allemaal wel ietsje meer fris en dewy zijn. Ja, ik hoop toch wel dat er nog een product gaat komen waar ik wat meer van onder de indruk ben. Ik denk dat ik dan maar gewoon doorga met de bronzer, want mijn huid is toch niet nu heel erg tacky of zo. Ik heb namelijk een poeder bronzer gekocht. Dit is de Primer Infused Bronzer. En ze hebben hier verschillende kleuren van. Deze heet Forever Sunkissed. Zo ziet de bronzer eruit. Hele simpele verpakking. En het is een matte bronzer. In een vrij neutrale, wat lichtere bruintint. Ik ga deze schuin afgesneden kwast aanbrengen. Oeh, hij is niet poederig. Even aftikken op de arm. Geeft niet in één keer heel erg veel poeder af. En voor een bronzer zie ik dat altijd als een voordeel. Ik ga hem heel subtiel beginnend aanbrengen. Oh, ik zie hem al meteen verschijnen. Ik werk hem omhoog. Wauw. Zou dit het eerste product zijn waarvan ik denk, wauw. Ook een klein beetje op het voorhoofd en langs de slapen. Nou, ik moet zeggen dat ik dit er wel heel goed uit vind zien. Het is een redelijk subtiele bronzer. Wel mat is die dus, er zit geen shimmer in. Ik zie dat het hier een heel klein beetje gaat vlekken. Ik denk door de cream blush die eronder zit. Want hier heb ik het niet en op mijn neus en de kaaklijn ook niet. Dus ja, ik vind dit wel een mooi product. Dit is dus zo'n product waarvan ik denk, oh ja, nou die ga ik gewoon vaker gebruiken. En als ik nu van een afstandje naar mezelf kijk in het schermpje, dan zie ik echt wel dat de bronzer mijn huid net wat meer kleur heeft gegeven. En ja, dat het er eigenlijk wel heel erg goed uitziet. Ik kom er net achter dat ik één product niet heb van Elf. En dat is een product waarmee ik de wenkbrauwen kan invullen. Ik heb wel een wenkbrauwgel, een transparant, maar dus geen kleur waarmee ik mijn wenkbrauwen kan doen. Dus dat doe ik gewoon eventjes met mijn standaard dagelijkse product. En dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, dat is nogal een verandering altijd, hè. Zeker als ik zo verder geen oogmake-up op heb. Maar goed, nu dus de wenkbrauwgel. En dit is de Clear Lash and Brow Gel. Oh nee, hij heet de Clear Brow and Lash Mascara, sorry. Het heeft twee kanten, wel interessant. De een is dus voor de lashes en de ander voor de brows. Best een grote borstel voor de wenkbrauwen. Voelt wel lekker nattig aan. Ik heb er altijd een hekel aan als van die wenkbrauwgels. Ja, dat er bijna geen product op zit. Weet je wel, dan denk ik, hoe kan dit nou mijn grote wenkbrauwharen de hele dag tegenhouden als het zo droog is, het product. Wauw, ik kan ze echt mooi in model kammen met dit borsteltje. Nu eventjes laten drogen en dan kan ik jullie zo vertellen of het ook echt iets heeft gedaan voor het fixeren van de wenkbrauwen. Want dat vind ik natuurlijk altijd belangrijk als het gaat om een wenkbrauwgel. Ik bedoel, fijn dat het lekker nat is, maar doet het ook wat? Daar kom ik zo nog even op terug. En ondertussen gaan we alvast verder met de ogen. Dit is namelijk de No Budge Shadow Stick. Ook een nieuwer product. En deze heb je ook in allerlei verschillende kleuren. Deze kleur heet Rose Gold. Ik zal hem eerst even swatchen. Oh ja, mooi kleurtje wel. Deze kan je dus gewoon zo vanuit de pen op het ooglid aanbrengen. Of pen, vanuit de stick dus. Lijkt een beetje op de kleur van mijn ooglid zo te zien, want hij
popt niet heel erg. Dit soort producten kunnen ook een hele goede basis zijn voor onder een ooglook. Weet je wel, dat je oogschaduw net wat meer zal poppen, zeker als er een glansje in zit. Nou, ik zie hier echt bijna niks van. Ik ga nog een klein beetje aanbrengen, maar ik wil ook weer niet te veel aanbrengen. Want met cream products moet je dan altijd opletten dat het niet gaat creasen natuurlijk. Nou ja, het brengt fijn aan en het blendt heel makkelijk. Maar deze kleur zie je gewoon eigenlijk zo goed als niet op mijn ooglid. Gelukkig heb ik ook nog gewone oogschaduws. Dus die ga ik dan ook maar meteen gebruiken. En dit is wel een heel mooi paletje, vind ik. Ook deze hebben ze in verschillende kleurcombinaties. En deze specifieke heet Berry Bow. Hele mooie, wat diepere roodtinten. Een beetje herfstachtig eigenlijk wel. Ik ga beginnen met deze kleur, want die is mat. Wauw, mooie kleur. Laat zich ook goed in de arcadeboog aanbrengen. Mooi gepigmenteerd. Dit is echt zo'n kleurtje dat ik dus elke dag in mijn arcadeboog zou gebruiken. Ik ga deze twee even swatchen, want ik ben heel benieuwd naar het verschil tussen deze twee. Oh ja, dat is wel een duidelijk verschil. Ik denk dat ik vandaag voor de wat meer paarsachtige ga. En daar zit dus nu al die cream eyeshadow. Dus ik ben heel benieuwd of het nu extra gaat poppen. Ja, mooi kleurtje, maar popt niet echt heel erg voor mijn gevoel. Het lijkt ook niet echt overal heel goed te pakken of zo. Hij blijft vooral op mijn vinger goed plakken, maar niet zozeer echt op het ooglid. Dan ga ik nu gauw weer terug naar een matte kleur. En dan ga ik de look ietsje dieper maken met deze. Oh ja, kijk, hier zie je. Deze geeft meteen veel meer kracht en pigment. Dan ga ik hem daarmee een klein beetje wat meer smoky maken. En gewoon ietsje meer diepte geven. Het is wel echt grappig, zeg, dat dat zo verschilt per palet en per merk. Of de shimmers beter zijn of de matte oogschaduws. Want vaak is het ook andersom. Dat de matte oogschaduws juist niet goed willen pakken. En dat de shimmers juist wel heel mooi zijn. En dan ga ik ook nog een klein beetje wat ik over heb op mijn kwast hier aanbrengen aan de onderkant van het oog. Zo, niet te veel, want ik wil daar nooit een heel heftig iets. Maar ja, dat moet wel echt om de look een beetje in balans te brengen. Al met al, als ik zo in het schermpje kijk, prima ooglook. Niet heel spectaculair of zo. En ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld in die shimmer. Maar de twee matte tinten die erin zitten, die zijn top. Oh ja, en ik zou natuurlijk nog even terugkomen op de wenkbrauwen. Ze zitten niet muurvast of zo, maar hij heeft ze redelijk goed gefixeerd. Het is niet de beste wenkbrauwgel die ik ooit heb gehad als het gaat om fixatie. Ik denk dat als je niet hele lange, rommelige wenkbrauwen hebt, dat deze wenkbrauwgel echt heel erg geschikt voor je zou zijn. Voor mij is hij misschien net iets te mild. Ik heb ook een mascara gekocht van Elf en hier ben... Oh, ik heb hem op de kop. En hier ben ik echt heel benieuwd naar. Dit is de Lash It Loud Volumizing Mascara. En dit is een mini trouwens. Ik ben er altijd echt fan van als merken ook minis verkopen. Want dan kan je gewoon net wat makkelijker bepalen of je het een fijn product vindt of niet. Zonder dat je er meteen heel erg veel geld aan uitgeeft. En met een hele mascara, full size mascara zit. Waarmee je eigenlijk niet zo heel erg tevreden bent. Dus jee voor minis. Kijk dan, wat een schatje. Ook ideaal voor op vakantie trouwens van die minis. Oeh, dit ziet eruit als een fijn borsteltje. Met van die rubberen stekeltjes. Best wel groot, maar niet heel dik. Maakt de wimpers meteen best wel lang, valt me op. En hij scheidt ze ook heel mooi tot nu toe. Oké, not bad. Het is een redelijk subtiel eerste laagje, maar het ziet er wel heel mooi verzorgd uit. En mijn wimpers hebben echt meteen wat meer lengte. Fijn borsteltje ook, ik kan overal goed bij. Tot zover het eerste laagje. Ik vind het wel heel erg mooi. Ik ga nog een tweede laagje aanbrengen. Maar ik ben hier zeker enthousiast over. So far, so good. Nou, dan is dit het effect van twee laagjes mascara. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik echt onder de indruk ben hiervan. Dit vind ik nou echt een wauw product. Ik zie mezelf deze mascara dus bijvoorbeeld ook zo opnieuw kopen. Want ja, ik heb dit al vaker gezegd. Maar het is best wel moeilijk om een goede dierproefvrije mascara te vinden. Die ook nog eens niet heel erg duur is. En hij geeft zowel lengte als volume aan de wimpers. Is ook echt mooi zwart. Werkt ook goed voor de onderste wimpers. En echt een unicum dit. Ik heb niet eens geknoeid. Nou, dat gebeurt mij bijna nooit. Kijk nog even van de zijkant. Het is echt een hele mooie mascara. Dan, een product waar ik het meest benieuwd naar ben. Deze heb ik zelf gekocht ook. Dit is de Metallic Flare Highlighter. En deze ziet er echt
prachtig uit. Ze hebben er ook verschillende kleuren van. Ik ben gegaan voor de kleur white gold. Dat is wel grappig. Met highlighter ben ik echt door verschillende fasen heen gegaan. Toen ik net heel erg into make-up kwam, droeg ik altijd wit goud. Zo als highlighter. En daarna heb ik een tijdje best wel roze goudachtige highlighter gedragen. En tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar champagne kleurig. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze me nu dan gaat bevallen. Hij ziet er echt onwijs mooi uit. Dit zou echt een duur product kunnen zijn als je het zo ziet. Zo ziet hij eruit. Even in verschillende licht vallen. Ik ga erin met mijn highlighter kwast. Ik krijg hier altijd vragen over trouwens. Deze is van Nabla. Maar ik zal eventjes een kwast linken die hier heel erg op lijkt. Want ik weet dat andere merken ook dit soort highlighter kwasten hebben. Ik zie hem een beetje verschijnen, maar niet heel sterk. Ik denk dat dit een vrij subtiele highlighter is. Ik vind hem ook vrij neutraal van kleur. Hij is niet echt witgoud zoals ik vroeger witgouden highlighter droeg. Klein beetje in de binnenste ooghoek. Oeh, daar is hij ook echt heel mooi. Ja, wat kan ik zeggen? Ik vind hem nog best wel subtiel. Ik had hem stiekem misschien ietsje glanzender verwacht. Maar ik ben wel heel erg blij dat het niet zo'n chalky highlighter is. Want dat zie je best wel vaak bij de wat voordeligere highlighters. Dat ze vooral poederig zijn, zeg maar. Dat heeft deze niet. Alleen hij is wel aan de subtiele kant. Dan hebben we natuurlijk nog de lippen te gaan. Want die zijn nog wel erg blanco, als ik het zo kan zeggen. En daarvoor heb ik dit product gekocht. Dit is de Sheer Slick. En ik kan me herinneren dat ik hier al een andere kleur van had. Een beetje een bruinige tint. Maar ik wilde eigenlijk voor een wat meer koraalachtige tint gaan. Want dat vind ik leuk in de zomer. En deze heet Wild Peach. En dit is dus zo'n semi-transparante lippenstift. Dus een sheer lipstick. Even swatchen. Ik ben wel benieuwd. Kijk, dit is het kleurtje. Oeh. Heeft niet echt een geur of zo. Het ruikt eigenlijk naar niks. En dat is goed, want dat betekent dat er waarschijnlijk geen parfum in zit. Oké, there it goes. Ik weet niet of het de beste match is met deze oogschaduw, maar ja, leuk. Dit vind ik echt zo'n kleurtje wat ik dan zou dragen als ik een witte outfit aan heb of zo. Weet je wel, dat je toch in je gezicht net wat meer kleur hebt, maar dat het niet meteen heel heftig is. Voelt ook super fijn aan op de lippen. Dit is absoluut een product dat ik gewoon in mijn make-up tasje voor on the go zou meenemen. Of überhaupt in mijn handtas voor on the go zou meenemen. En gewoon gedurende de dag even snel opnieuw zou aanbrengen. Want het ziet er gewoon wel heel verzorgd uit doordat hij een mooie glans heeft. Wat kleur aan je gezicht en aan je lippen geeft. Echt wat voor mij dit. Blij met mijn aankoop. En dan heb ik nog één product. En dat is natuurlijk een spray om de look mee af te maken en te zetten. En dit is de Dewy Coconut Mist. Die heb ik dus ook gekocht. En er staat op Long Lasting. Nou, ik hoop dat ik hiermee... Oh, er zit een plakker. Ik hoop dat ik hiermee een beetje meer dewiness terugkrijg in mijn gezicht. Want ja, zoals ik al zei, ik ben normaal gesproken ietsje minder mat dan ik nu ben. Op zich vind ik die highlighter eigenlijk best wel heel erg mooi, nu ik er langer naar kijk. En ik ben benieuwd of deze dus echt naar kokos ruikt. Oeh, fijne mist. Fijn als in prettig. Niet te voorzichtig, zeg maar. Maar ook zeker niet dat je in één keer een hele spetter water over je heen krijgt. Precies goed qua nevel, zeg maar. Ruikt ook inderdaad heel lekker naar kokos, maar niet te zoet. Meer de wat warme kokosgeur. En dan nu de vraag, ben ik nu wat meer dewy en glowy? Ja, ik denk het wel hoor. Zit er alcohol in trouwens? Dat wil ik wel eventjes... Even kijken of er alcohol in zit. I like. Oké, nou dit is ook voor mij een product dat ik vaker ga gebruiken. En toevallig is mijn huidige fixing spray op. Dus ik hoop dat hij ook echt een goede setting karaktereigenschap heeft, om het maar zo te zeggen. En dat dit dan misschien wel gewoon mijn volgende setting spray wordt. Ik hou in ieder geval van de dewy finish die hij me heeft gegeven. En nu voelt het ook allemaal net wat luchtiger aan op mijn gezicht. En dat was dan ook meteen het laatste product dat ik wilde testen. De ogen en de lippen zijn niet echt een hele goede match voor mijn gevoel. En ik heb het idee dat ik wel wat meer blush nodig heb. Maar ja, wat vinden jullie ervan? Laat het me vooral eventjes weten in de comments. Laat maar weten of jullie trouwens nog andere full face-off video's willen zien van
van welk merk dan ook, als het maar dierproefvrij is natuurlijk. En vergeet niet de beschrijving te checken voor alle productnamen en linkjes naar de producten toe. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef zeker nog even een duimpje omhoog als je helemaal tot hier hebt gekeken. En tot de volgende keer. Doei!